gaan nu over tot de procedure van het backwashen. Dus zoals we kunnen zien, staat de filter nummer 1, filteren. De pomp draait maximum capaciteit. En de stofzuiger staat op, dat kan je zien, het bolletje staat aan deze kant. Dus die drie kranen staan open, maar toch zijn ze gesloten omdat het hier afgesloten is. Dus om te backwashen gaan we enkel op oké drukken. Dan gaan we naar het filtratiemenu. En in eender welk menu dat we zitten, zien we hier onderaan een schoonmaken filter. Dus we gaan naar beneden, drukken op oké en de pomp stopt. Wat gaan we doen? We moeten de filter schoonmaken. Dus draai je deze kraan 180 graden naar stand nummer 2, backwash. Wat we zeker niet mogen vergeten, is deze kraan ook om te draaien. Want de stofzuiger ligt nog steeds in het zwembad. En als we die kraan niet omdraaien, dan wordt het vuil langs hier binnengezogen en gaat het onderaan in je filter komen. Dus dat is absoluut niet de bedoeling. Hier kunnen we zien de tijd die verstreken is. De snelheid staat op langzaam, dus we drukken eventjes op min totdat ze op snel staat. En we drukken op het pijltje omhoog en we zien de tijd die begint te lopen. En na enige vertraging gaat de pomp draaien. Waarom na enige vertraging? Dit is een frequentiegestuurde pomp van Starrite. Dus die heeft even nodig om in gang te schieten. Dan gaan we nu kijken naar het filterglas en zien we dat het vuil omhoog gestuurd wordt. Dus belangrijk tijdens het stofzuigen, omdat het bad hier heel vuil ziet. Als het bad normaal vuil is, dan ga je stofzuigen en na het stofzuigen deze procedure uitvoeren. Oké, het water begint terug wat transparanter te worden. We zien hier dat we 51 seconden bezig zijn. Dus een seconde of 45. Wat gaan we nu doen? We blijven eraf. We gaan de kraan verzetten naar stand nummer 3. Rins. Dus vanaf het moment dat we dat gedaan hebben, drukken we terug op de pijl naar boven. De tijd begint te lopen en de pomp springt terug aan. Wat gebeurt er nu? Het water gaat terug in de juiste richting door de filter, maar het eerste water dat nog vuil ziet, dat gaan we gewoon een tiental seconden af de filter afspoelen voordat we terug het water naar het zwembad gaan stuwen. Dus in totaal hebben we 1 minuut en 12 met de vertraging bij ongeveer 1 minuutje gebackwashed. We gaan terug uit het menu op deze manier. En we staan op handmatig aan en snel. De pomp gaat automatisch terug opspringen. En dat is wat er moet gebeuren.